Deze nieuwsuitzending is op 8 juni. En op 6 juni is er een video gepubliceerd over de London Bridge Attack. Een uitermate irritant stukje werk. En omdat ik toch in een chagrijnige bui ben, omdat niet alles gaat zoals ik dat wil, ga ik het hier eventjes lekker over hebben. Je valt stijl achterover hoor, van wat je nu gaat horen. We gaan even luisteren naar deze mens. Mooie intro, hè? Echt met allemaal, truth. Deze video is geprocessed, hè? Ik zal hem even groot maken. Het is nu 8 juni en er schijnt dus een of andere aanval geweest te zijn of zo. Op de brug van Londen, die moest kapot of zo. En hebben ze nou een videootje klaargemaakt, maar die is geprocessed. Daar hebben ze de snelheid van de beeldjes versneld. Ziet? Ja. Comedy capers, lekker grappig. Oh, wat geinig. Oh ja, oh wat leuk zeg. Hop, comedy capers, ja. Well, ja. That is the new crash back. En dan gaat die meneer met de camera, die gaat dan over de brug naar links lopen. Ja, volgens mij is het verkeer dan afgezet, of niet? Area on London Bridge, on both sides. I'm recording this with my phone. Oh. Echt, dit is de eerlijkheid ten toppe. Hij zei net, I am recording, this is my phone. Ja. Dus hij is zonder cameraman. En heeft hij dan een selfie stok bij zijn phone? En wat voor een phone is het eigenlijk? Een Samsung of een iPhone of zo? Zijn haar daarentegen zit rete goed hoor, daar geen enkel probleem. And it's really windy. My this. Och. Nah, zeg. Dit is aanslag geweest op de Londen, de brug van Londen, de een of andere brug of zo. En dan waait het ook nog. Hij moet zijn ogen dicht doen, want anders gaat hij helemaal huilen van de wind. Recording setup generally can't handle the wind too well, so hopefully it's okay. So when the London Bridge attack happened the other day, I was completely out of town. Oh, dat is wel mooi. Die aanval op die brug van Londen, die is dus gisteren gebeurd. Hè? Dat zei hij net. En hij was completely out of town. Dan denk ik gelijk, hij is een soort Marokkaan of zo. Dat kan ik ook zeggen. Van, ik woon in Arnhem en ik was in Nijmegen en ik was compleet weg uit Arnhem. Compleet weg? Compleet uit de stad? Ja, waar was je dan? Zat je in Burwood of zo? Of Nottingham on Sale of zo? Hoe weet al? Misschien zat hij wel in Welsh. Maar hij was completely out of town. Nou, laat hem lekker doorliegen. So, I had a very different kind of experience to the last one, that is for sure. This is the first time I've been down here since I came back to London, which was about 25 minutes ago. So I've come straight down here. And I wanted to go and explore like around. Okay, hij is dus net 25 minuten in Londen gearriveerd. En die busjes staan er nog steeds. Maar ja, het was toch gisteren gebeurd? Of Borough, but I've got a feeling actually you can't get down there, but I'll give it a go, see what happens. There's a couple of really interesting things, or the thing that I find really interesting, is that when the Westminster attack happened, it's almost like the people who did it
had the idea that they wanted to actually minimize casualties, because where it happened... Dat is een hele goeie. Dat is bij 9-11 ook fout gegaan. De bedoeling bij 9-11 was om dat eerste gebouw om 8:45, als er nog bijna niemand binnen is, want iedereen moet zijn matresse nog geruststellen en zijn pinpas in het apparaat stoppen, zodat ze zeker weet dat ze kan shoppen. Dus al die lui die komen om 10:30, om heel hard te gaan werken in de Twin Towers. En dan flikkeren we die dingen om 8:45 en 9:00 omlaag. Dan vallen er bijna geen slachtoffers. Een halve schoonmaker. Hooguit. En die had zijn werk maar van tevoren moeten doen. Ja, zo, het minimaliseren van slachtoffers. Dat is... Dat is mooi. Je mag er eigenlijk dankbaar voor zijn dat deze man dat ook gewoon toegeeft. Dat ze dat wel degelijk willen. Zo min mogelijk slachtoffers. En zoveel mogelijk effect. Laten we luisteren wat deze Babyloniër, is die van de stam van Dan of zo? Hij komt wel een beetje Joods op me over. Hij lijkt wel qua kop op die kop van mij. It was right next to St. Thomas's Hospital, so like doctors and ambulances and stuff essentially were right there on the scene already. And it's actually the same here. I mean, where the Shard is, and there's also News Corporation, if you can see that. And the Shard. The Shard. Ik ga het nu niet opzoeken, maar ik denk dat je het spelt S-H-A-R-D. En waarom staat hij hierbij stil? Het ging toch over die aanslagen op die brug? En wat voor een... Ik heb de hik. Wat voor een gebouw is dit? Wat wil je hier doen? Het lijkt wel een onafgebouw. Hè? Met rare puntjes aan de bovenkant. Ik maak me echt zorgen over het feit, hè, dat wij zo ongelooflijk dom zijn, dat wij zo ongelooflijk veel toezichthouders moeten hebben. Wij kunnen onze eigen billen niet eens afvegen, omdat we onze eigen anus nooit hebben gezien. En toen we onze anus roken, toen dachten we, hebba, volgens mij heb ik geen anus, hoor. Erg dom zijn wij. En dat kan je zien aan dit soort gebouwen. Want hierin zitten de toezichthouders. En die man die wauwelt lekker door. Die wordt gewoon betaald door de klojo's. Leuk. Behind that is what? Guy's Hospital, I think it is. Which is just means that when the attack happened, essentially the ambulances and stuff are basically already here. So it must have looked like it was purposefully done to like minimize casualties. Another interesting thing about it is if you think about this in terms of like, you know, how the state and how the government benefit from this sort of attack. Obviously, a lot of people are saying that, you know, the police need to be better armed, the police need to have more resources, need to have more armed police and all that kind of stuff. Well, the Westminster attack happened in Scotland Yard territory, very much Scotland Yard territory. Luister even naar die audio van die man, hè? Is dit echt de audio van zijn iPhone? In terms of like, you know, how the state and how the government benefit from this sort of attack. Obviously, a lot of people are saying that, you know, the police need to be better armed, the police need to have more resources, need to have more armed police, and all that kind of stuff. Ja. Wat hij hier zegt, de politie moet meer geld krijgen, meer spullen krijgen. En dat soort dingen. Hè? Maar als je naar zijn audio luistert, dat is niet de audio van een iPhone. Die audio die komt uit een studio. En dat straatgeluid, dat is er onderin gemengd. Met een mengtafel. Dus illuminatie junk, illuminatie crap.
Maar luister vooral even naar hem. Hij heeft niet heel veel... Nee, als ik een vrouw was, nee. Aan mijn tieten likt hij niet. Well, the Westminster attack happened in Scotland Yard territory, very much Scotland Yard territory, next to the new Scotland Yard headquarters. Wat zijn de new? Where this attack happened was City of London Police territory. And oh, City of London Police. Dat is wel leuk dat hij dat even zegt, want het is... Er wordt al heel lang gezegd dat de City of London, de stad van Londen, dat is een staat. Die heeft een eigen politie, eigen rechtbank. En als de koningin Elisabeth de derde, de tweede, als die langs wil komen. Ik neem aan dat koningin Elisabeth de eerste pertinent geen zin had om daar naartoe te gaan. Je had haar soldaten erop afgestuurd, mag ik hopen. Maar goed, die tijd is voorbij. Dus nu heb je de City of London. Ja, precies. Nou, leuk dat hij even weet, hè, dat hij ook aan ons vertelt dat de City of London een eigen politie heeft. And then the van came into Metropolitan Police territory and also the territory of British Transport Police. So in a way this is like a golden zone of policing. If you're going to find some police officers and lots of them straight away, it's going to be here, because you basically, this is the interconnection between three different types of police force, and now they're all being given the nudge of investing in more guns and more people on the streets and more security and more surveillance and all of that kind of stuff. So expedience in terms of what the government agenda has basically been for decades. Is leuk, hè? I'm going to try. Hij draait nu zijn camera, want hij had net zijn camera op zichzelf gericht en hij heeft nu zijn camera omgedraaid. Maar als je naar zijn audio luistert, de geluidsmanifestatie, ja, hoor je geen verschil. Ra, hoe kan dat? And like get around the other side of this, see if I can go down. While I'm doing that, I'll show you a vlog I recorded yesterday when I was in the countryside, talking about Theresa May's weird and slightly scary speech. Okay. U gaat dit hebben over Theresa May. Nou, en dan zie je nu de countryside. Hé? Lekker van het platteland. En waar ging het dan eigenlijk over? Dus er is een aanval geweest op de brug van Londen. En nu gaan we naar Theresa May en het platteland. Jullie dames, ik pak eventjes die kop terug van die vent. Het is niet per se noodzakelijk. Ik doe even de audio uit, weet je wel. Maar zo'n soort vent. Ik noem dat een open monder. Een totaal verbaasde. Ja. Wat geeft zo'n jongen? 32 jaar of zo? En wat zal die zijn? En dan nu al zo onder de vlekjes. Ja, oké. Dat is tot daaraan toe. En zijn oorlelletjes die zijn aangedingest. Ik heb dat zelf niet. Maar die dode blik in zijn ogen. Dat is het allerergste. Luister niet naar dit soort mensen. En ga niet om als vrouw met dit soort mannen. Ze praten alleen maar onzin. En ze verneuken je. Ze verneuken je waar je bij staat. Dank jullie wel dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En vooral jullie meisjes, dat je nu weet dat een bepaald soort jongens, die moet je gewoon helemaal niet doen. Neem dan maar gewoon een sukkeltje wat in de goot ligt.
die probeert om de afwas te kunnen doen. In plaats van dit soort homo's in de slechte zin van het woord. Hè. Maar goed, zoveel zijn er ook weer niet. Maar dit is er wel weer eentje. Dit is gewoon één ongelooflijk slechte homo. Die nergens verstand van heeft en een beetje loopt te lullen met zijn cameraatje. En dit is dus, ik zal het even uitleggen, maar ze hebben dus een opname gemaakt. Met zijn iPhone, met een selfie-stick. En zijn ze dus op de politieacties van de politie laten zien. En toen hebben ze daarna in de studio, heeft hij de audio opnieuw ingesproken. En ze hebben het verkeersgeluid eronder in gelijmd en geplakt. En hij werkt daarmee. Nou ja, zo'n kerel, als je zo'n kerel hebt. Dumpen. Wegwezen. Ja, tenzij die wat schuift. Als hij liegt tegen. Als je zo'n vent hebt met van die puisies. En. Jij weet dat hij met jou meewerkt en dat hij alleen maar zijn baantje loopt te doen om wat geldjes, wat cashjes te scoren voor het gezin. Ja, dan moet je hem hebben. Maar met dit soort dode ogen, ik weet het niet hoor. Misschien is deze wel gewoon weg. Helemaal verrot. En pas op voor dit soort klojo's. Jullie lekkere. Wat zou ik zeggen? Je moet altijd oppassen met je woorden. Maar jullie lekkere dames. En vooral dus de mooie dames. Laat ik het zo zeggen, de mooie dames. Hè? Al die lelijke dames, ja, neem deze maar. Al die lelijke dames moet je hier naartoe sturen. En, hij doet ze wel. Maar jullie mooie dames, blijf hier van weg. En ik ben geen miljonair, en anders had ik jullie allemaal betaald. Maar goed, en dat kan ik ook helemaal niet, want ik kan niet met vrouwen omgaan, dus waar heb ik het over? Maar hier heb ik het wel over. En dank jullie wel dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik, net als al die andere ouderwetse uitzendingen, tjus. En dag liefers.